Goedemorgen iedereen, jullie kijken naar een nieuwe video en ik zit op Schiphol. Ik heb al 2 uur vertraging en ik hoorde dus nu net dat het vliegtuig waar we in zouden gaan, dat gaat dus niet meer door om wat voor reden dan ook. Dus nu moeten we wachten op een ander vliegtuig. Dat moet nu worden schoongemaakt. Ja, ik vind het ook een beetje een enge gedachte. Vliegtuig niet, ander vliegtuig. Dat betekent dat het eerste vliegtuig dus niet goed was. Dus heel blij dat ze daar wel tijd achter zijn gekomen. Maar die gedachten vind ik gewoon echt niet chill. Ik hou jullie op de hoogte. Ik hoop dat het volgende shot van mij dat jullie dat zullen zien. En dat ik dan op de Curaçao ben. I hope so. Ik ben geland. Ik loop nu naar buiten. Kijken of mijn Juju op me staat te wachten met die vertraging. Ik denk het wel. Ik ben echt heel benieuwd. Nu voel ik nog airco. Dus nu is het best wel... Hallo. Gewoon een goede temperatuur. Ik heb mijn trui wel uit moeten doen. Maar buiten zal het gewoon lekker heet zijn. De vlucht was prima. Ik heb de hele vlucht geslapen. Ik was gewoon dood. En 1 film. Let's go. Bambini Curaçao. Hoe ga ik dit doen, schat? Ik wil gewoon eerst een kus. Ik heb jou gemist. Hoe gaan we dit doen? Goed, dit is ons autootje. Een inny mini Kia Picantootje, wat is het? Alleen reizenkoffer zit ook in de kofferbak, want we gaan dus nu samen naar een superleuk hotelletje. Dus jouw koffer zit al in de kofferbak, dus mijn koffer moet op de achterbank en die kleine schone die schone was heb ik ook al. Schone was heb je ook al. Oh, echt jongens, als je voelt nu wat ik voel, je voelt dat night breeze, zeg maar. Ik ben wel een chill van sauna. Oh, die wind, heerlijk. Ja, als je overdag aankomt, dan ben je meteen in de sauna beland. Ja? En ik ben eigenlijk maar 2 uur later dan gedacht, dus, of gepland, dus het viel nog wel mee. Maar ik zei net wel, ik heb honger. Ja, leuk schatje. Kijk. Ik heb maar 1 keer gegeten in het vliegtuig. Echt maar 1 maaltijd trouwens. Wist dat je honger zou hebben? Pizza! Oh. Bam! Oh, lekker. Die betoemi. Na zo'n vlucht is niets lekkerder dan. Die is echt lekker. Is die fantastisch hoor. Wij zijn aangekomen. Bij ons bijzondere hotelletje moet ik eigenlijk zeggen, toch? Dit hotel heet Scuba Lodge. En ik ga morgen overdag ga ik het gewoon voor jullie filmen. Want dan is het natuurlijk gewoon super mooi met zonlicht en alle kleurtjes. Terwijl zeg maar, die entree best wel leuk was zo in het donker met de lichtjes. Ja, ik ga het alsnog wel even filmen nu. Dan zie je hoe het er inderdaad by night uitziet. Maar wat ik eigenlijk gewoon wilde zeggen is dat onze eerste vakantie... verbleven we hier ook een paar dagen in Scuba Lodge. Oké, okay, kom maar dan. Dus dat was onze eerste soort van... Ja, dat was onze eerste vakantie samen. Toen zaten we meteen 3 dagen hier. Nee, dat was niet de eerste. Dat was wel onze... Ja, oké, wintersport. Maar onze eerste zomervakantie. Toen hadden we wel Seaview. Het hotel is zo populair. En zit helemaal vol. Dus gelukkig was er nog wel 1 kamer vrij voor ons. En we zitten nu aan de straatkant. Wat ook helemaal prima is. Nou, dit is ons kamertje. Ik laat het even zien. We hebben even gechilled net. Ik ben best wel moe van de reis. En we hebben een badkamertje. Oh, precies. Oeh. Ik ga nu niet naar rechts, want dan zien jullie hoe Ryan aan het plassen is. Maar daar is een toilet en een douche. En ik ga even nu ons deurtje uit. Hallo. En dan staan we hier buiten. En dit is inderdaad dus de straatkant. Daar is een hele leuke duikschool. Daar hebben we toen 2 jaar geleden ook gedoken. Gaan we zo meteen. Daarachter is het strand. Dan gaan we even een welkomstdrankje drinken. En ik zie een palm tree. Jullie weten wat dat betekent. Laura op haar happiest. Het is nu wel dicht, dus morgenochtend laat ik jullie de receptie even zien, want dat is hierachter. Nu gaan wij naar het strand ons welkomstdrankje drinken. Hé schat? Yes. Ben je in je sas of zo? Kijk hem lopen dan. Sun is shining. Nou, wat wel is, die weten dat Ryan dus hier is natuurlijk om te werken. Dus die is eigenlijk super druk voor het feest wat er dus binnenkort aan zit te komen. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want als hij dan een paar uur moet werken, dan ga ik gewoon lekker naar het strand. Dus ik hou van jouw baan, schat. I love your job. Daar is de klotsende zee. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zitten we dan? Ja, ja. Oh, hey. Ja, maar voor het licht doe ik even zo. Ja, je ziet er dun uit, jongens. Nou, hij is aan het trainen. Dat zien jullie wel, hè? Kijk zijn armen, joh. Echt diehard. Iedere ochtend staat hij te sporten. Fruit punch. Wat drink jij, schat? Jij hebt die
Is dat typisch Curaçaose bier, toch? Wordt hier gemaakt. Polarbier. Polarbier. En we hebben even loempiaatjes gegeten en een tonijn. Maar het is al op. Ik zei net, ik ben te moe. Oh, sashimi was het. Ik drink deze even op en dan ga ik lekker slapen. Dus ik zeg alvast tot morgen, schat. Tot morgen. Bombini Corso. Laura Ponti Corso. Corso. Oh, zeg je Corso? Corso. Goedemorgen, baby. Goedemorgen, Corso. En Bombini Corso. Heb je mijn sleutel ook gepakt? Ja, Corso. Ja? Oké. Okay. Zwembadje. We gaan dus nu lekker naar het strand, naar Cabana. Want Ryan moet voetbal kijken. Schat, ik kom er zo aan, oké? Okay? Moet je kijken. Dat is een heerlijk plekje. Dus we gaan dus nu naar Cabana. Daar gaat Ryan voetbal kijken, want het is Feyenoord tegen Ajax. En dat is natuurlijk super spannend. Dan gaan we daar ook even ontbijten. We zijn aangekomen, maar let op, we zitten dus niet bij Cabana, waar we vorig jaar altijd lagen. Maar we liggen nu bij Mood. En dat is van mijn neef. En ze hebben dat helemaal niet echt aangelegd, maar mooi aangekleed moet ik zeggen. Het was een stukje zand waar niks mee gedaan werd. En nu hebben ze het echt heel gaaf. Heel mooi aangekleed, dus ik ga het echt voor jullie filmen. Want dat wordt wel mijn vaste plekje, denk ik hoor, deze week. Ja, hier is het. Ja, hè? Dus mijn schat zit hier nu te werken, want voetbal kijken heeft hij geen zin meer in. Want Ajax staat 2-0 voor. Kijk, ik leg altijd mijn vriendin uit, je moet nemen wat ik neem. Maar ze gaat altijd eigenwijs aan de eigen ding nemen. Ik heb met kokos, en welke heb jij? Mango. Ja, goed. Heerlijk. Ja, oké, goed gemaakt. Je moet altijd nemen wat hij neemt. Ja, heel lekker, maar die kokos is ook echt heel lekker. Dus meneertje zit hier dan. En dit is dus Mood Beach. Check this out. En het hout komt allemaal uit Indonesië, heb ik net gehoord van mijn neef. En het is echt super groot. Dus je hebt allemaal van die cabana's waar je kunt liggen, zonnen en losse bedjes. En hier is een douche. Sorry, maar een douche onder een palmboom. Are you kidding me? Fantastisch. Dus dit is nieuw, Mood Beach. Mocht je naar Curaçao op vakantie gaan, dan moeten jullie zeker naar Mood Beach komen. 1, het is van mijn neef, dus het is top. Maar 2, het is prachtig. Echt prachtig. Dus vandaag blijven we denk ik de hele dag hier wel. En dan gaan we later weer terug naar ons hotelletje. Nou ga ik even mijn kokossapje ontbijten. En let's start this day. Lunchtime. Dankjewel. Schat. Je bent chagrijnig, hè? Ja. Hoe komt dat? Maar goed, uit alle ellende hebben we echt een gigantische salade besteld. Dus dit gaan we nu heerlijk opsmikkelen. Wij zijn aan het chillen. Is het heerlijk? Nee, het is te heet. Het is niet te heet, man. Stel je aan. Het is echt perfect, want het waait echt lekker. Mensen vinden dit fantastisch om erbij te liggen als een grillworst. Verkleurd, dus ik ga niet echt dit. Het is heet. Ik hoor hem echt om de 10 seconden. Grillworst, start je grillworst. Grillworst is weer terug. Grillworst, daar hebben we dan. Nee, dit is echt even een dagje bijkomen. Ook voor hem, want vanaf morgen gaat de hectiek beginnen. Want dan komt iedereen. Hij lag net lekker, ik denk zeker wel een uur KO. En ik heb net even gezwommen. Nou, met mijn wond ben ik een paar keer de zee in gegaan. Dat is natuurlijk het beste geneesmiddel ever als je een wondje hebt. Dus ik hoop dat hij ook een paar dagen geheeld is. Ja, het prikt een beetje. Wij zijn weer terug bij ons hotel. Ik ben verbrand. Ryan is verbrand. De Scuba Lodge. En ik laat jullie nog heel even de achterkant zien. Want daar is een super mooi zwembad. En dan gaan we ons klaarmaken en dan gaan we vanavond lekker uit eten. Hè, schat? Ja. Yes. Hij is boos, want ik heb zijn gezicht niet ingesmeerd. Ik ben niet boos. Je bent boos. Je zegt, je hebt me niet ingesmeerd. Dat sowieso. Je hebt me verwaarloosd. Normaal niet. Zodra ik hem wilde insmeren, zei hij, nee, ik hoef niet. Ik heb het donker uit. Ik hoef niet. En nee, nu krijg ik de schuld. Nee, is niet waar. Nu krijg ik de schuld. Nee. Kijk, ik word altijd zo verliefd op deze bordjes. Love it. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Zo, wij zijn omgekleed, hebben gedoucht. Dat moet ik andersom zeggen. We hebben gedoucht, we hebben omgekleed. En ik heb een blauw topje aan van River Island.
een rok van H&M en mijn Yves Saint Laurent clutch. En ik ben met de allermooiste man van de wereld. En we gaan eten bij El Gaucho's Piscadera. En dat is een steakhouse. En ik ben heel erg benieuwd. We hebben goede verhalen gehoord. Dus let's go. We zitten er bij El Gaucho. Welkom bij Bassie en Adriaan. Ik ben Bassie. Kijk mijn neus. Jezus. Meneer is een beetje verbrand vandaag. We zitten nu in het restaurant en we hebben net gehoord dat El Gaucho is super populair hier in Curaçao. En die zit dus waar meer? Meer in het centrum toch? Nee, richting Caracas Bayweg. Oh ja, richting Caracas Bayweg. En hij zit dus nu ook hier en het is een hele mooie locatie op een soort van heuvel. Heel veel mensen weten niet dat hier dus ook een El Gaucho zit. Dus dat is wel even leuk. Ga je deze kant nog op een van deze dagen, dan houdt het in de gaten. Een andere El Gaucho staat al 11 jaar. Ja, al 11 jaar. Het is echt een goed restaurant. Ja, rete populair. Ja. Maar hier zit je wel echt heel mooi, ja. Vind ik zelf. Ja, want windje erbij. Als je zeg maar in Curaçao bent, bijna alles is gewoon plat. Plat. En we zitten nu op heel verhoogd. Dus we zitten echt op een heuvel. Je hangt een beetje in de lucht en dat is wel echt chill. Ja, echt heerlijk. Het temperatuurtje is ook wel echt chill. Voelt het windje. Wij hebben een sangria besteld. Is die lekker? Wauw. Ja. Wauw. Wauw, is het een wauw? Moet je eigenlijk ook elke filmen? Ja. Zeker ook een wauw. Ja, echt? Ja. Wauw. Lekker hè? Dit is wel een echte, ja. Lekker hè? Mm. Het vers fruit erin. Heel lekker. Ga ik ook maken thuis. Sangria, baby. Ja? Sangria. Hey, cheers, baby. Cheers. Op een fijne week samen. Sowieso. En we gaan nu even kijken wat we gaan bestellen. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. We hebben hier een arapita met kaas. Een arapita met kaas. Een Zuid-Amerikaans gerecht. En daar eten ze het als ontbijt. Maïsbrood met kaas is lekker. Wij kunnen zo intens genieten van lekker eten. Oh, lekker zo. Ik wil het ook wel ontbijten. Zo. Oké, ik heb een truffelburger besteld met een maïskolf en de frietjes gaan we samen eten. En jij hebt een trio, was het van vlees toch schat? Ja. Mais en lekkere groenten. Oh my god, dit ziet er lekker uit. Eerste hapje. En? Lekker? Was het weer een wow? Wow. Lekker. We gaan lekker eten jongens. Lekker zeg. Thank you. Oh, thank you. Oh. Oh. Lekker zeg. Thank you, stond er op ons bord. Well, thank you. Lekker? Nee, vind ik niks. Smiecht. Altijd zegt hij dat. Nee, vind je niet lekker? Dat je dan hoopt dat ik het niet ga eten. Dan heeft hij meer voor zichzelf. Waarom moet je aan die kant proberen dan gelijk? Ah, wat is extra lekker. Mijn god. Dat zeg je toch? Lekker? Oké, schat. Ja. Uitdaging. Wat? Er ligt daar een kers. Een kers? Dan moet je dus een hap nemen van een van de twee. En dan die kers daarna. Serieus? Ja. Oké. Dus ik doe een beetje van die. Ik doe een beetje van die. En dan de kers. Oh, er zit zo vol jongens. Momentje. Komt ie. Oh. Wat is dat voor kers? Weet ik veel. Heerlijk. Wow. Amaretto. Oh, dat is het. Ja. Ik heb serieus. Amarene. Ik zeg je eerlijk, ik hou niet van desserts. Ik bestel dat bijna nooit. Ik ben altijd één. En dan drink ik maar een kop thee. Maar dit. Zo lekker. Die chocola komt uit. Frankrijk. Frankrijk.
En op heel Curaçao kun je het alleen krijgen uit Isipari. Kun je het alleen maar krijgen bij de El Gaucho hier waar wij zitten op de heuvel. En bij de El Gaucho bij de Caracas Bijweg. Ja, want ze importeren het uit Frankrijk. En alleen al, als je van vlees houdt, kom je voor de steaks. Maar alleen al voor de toetjes moet je hier naartoe. Kun je nog een keer in het Frans herhalen? Ziet u? Nee, hoezo? Probeer eens. Qua? Oké, we gaan het proberen. Si tu aimes le dessert avec chocolat, tu viens ici parce que c'est très, zeg je dan très bon? Très bien. Non, c'est très bien. Het is goed en lekker is, c'est bon. Très bon, très bien. Je pense, je sais pas. Allez, et magnifique le dessert. Ça me tient dans son hoofd, zeg je. Magnifique. Lekker jongen. Ik hou op. Laatste hapjes voor jou. Au revoir. Au revoir, chérie. Goedemorgen iedereen. Het is alweer de volgende dag. Wij zijn eigenlijk helemaal vergeten de vlog af te sluiten gisteren. We kwamen thuis aan en toen was het een kwestie van douchen en slapen. Ik heb toch wel een jetlag. Weet je, het was 11 uur toen we thuis kwamen en dan is het in Nederland 5 uur 's ochtends. Dus ik was echt super moe. We hebben onwijs lekker gegeten. Wij hebben besloten dat we het een 9 gaan geven, het vlees. En het toetje een 10, want het was echt super lekker. Nu ben ik nog hier bij Scuba Lodge, bij het prachtige zwembad wat overloopt in de zee. Wij gaan nu even hier ontbijten. En dan vertrekken we vandaag naar ons nieuwe hotel. Dus ik ga deze vlog ook afsluiten. Dus ja, ik hoop dat jullie mijn eerste Curaçaose vlogje een beetje leuk vonden. Dat ik jullie weer mee kunnen nemen naar het zonnige, prachtige eiland. Voor nu ontzettend bedankt voor het kijken. Een dikke kus en ik zie jullie snel. Oh, en vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. En doe een duim omhoog. Vond je deze video leuk? En ik zal het hotelletje even in de beschrijving plaatsen. Het Scuba Lodge, mocht je richting Curaçao komen. En wil je een superleuk hotelletje, dan is dit zeker een aanrader. Dus ja, bedankt nogmaals en tot de volgende video. Doei!